Ik was werkzaam bij een bank als hypotheekadviseur. En FC Os was helaas gedegradeerd in het seizoen 2009-2010. En op dat moment werd Dirk Heetse hoofdtrainer. En ik had het jaar daarvoor stage gelopen in het kader van de cursus TC1. En hij vroeg of ik zijn assistent wilde worden in de topklasse. En daar heb ik geen seconde over hoeven te twijfelen. Omdat ik en met de club en met de persoon Dirk Heetse een goede band en een goede klik had. En voor mij was het de kans om weliswaar in de topklasse, maar op een hoog niveau in te stromen. Nou, in die topklasse zijn we kampioen geworden. Waarmee we meteen promotie naar de Jupiler League afdwongen. En in het eerste jaar na de terugkeer in de Jupiler League stonden we, ik heb het daar nog vaak over met Dirk, na een wedstrijdje of 23 stonden we op een fantastische achtste plek. Helaas was de selectie dusdanig krap dat we door blessures en schorsingen niet meer alles konden opvangen. En zijn we op een 14e plek geëindigd. Maar het was voor mij een fantastische leerervaring. Nou, vervolgens de trainers Anton Jansen, Gert Aandewiel, Wil Boessen, Reinier Robbenmond en nu François Gesthuizen meegemaakt. Met ups en downs. Dus een relatief kleine club, een relatief rustige club. Maar in die 6-7 jaar toch al 7 hoofdtrainers meegemaakt. Waarbij het mooie is dat ze allemaal verschillend zijn. Dus vanuit elke invalshoek van de trainer probeer ik dingen mee te pikken om mezelf als trainer-coach te ontwikkelen en vorm te geven. Waarbij ik op sommige gebieden hartstikke snel gegroeid ben. En op een aantal andere gebieden moet ik nog zeer zeker mezelf ontwikkelen. Maar daar ben ik mee bezig. Heeft de cursus inzicht ingegeven. Ja, dan maak je binnen deze club fantastische dingen mee. Kampioen worden, topklasse. Een bekerwinst voor een bijna vol huis thuis tegen FC Den Bosch in verlenging. In het eerste jaar na de terugkeer. Dat doet veel meer mensen als je van Den Bosch wint. En zeker in zo'n wedstrijd die in de verlenging beslist wordt. Met Anton een fantastische tijd gehad, worden we 10e. Waarbij we als we in de laatste paar wedstrijden iets meer punten halen, we na competitie bereiken. Vervolgens het vertrek van Anton naar NEC, waardoor ik zelf in één keer voor de groep kwam te staan. Ja, dat was zeer leerzaam, zeer intensief. Op dat moment was dat niet goed te combineren met de amateurclub. En toen heb ik wel gemerkt dat in die 4 wedstrijden dat ik nog wel een tijdje nodig heb voordat ik het niveau van hoofdtrainer aankom. We spreken inmiddels over 4 jaar geleden. En dan denk je dat het allemaal hartstikke makkelijk is om voor die groep te staan. Maar toen heb ik toch wel links en rechts wat foutjes gemaakt. Nou, dan komt het jaar met Wil Boessen. Fantastisch jaar. En uiteindelijk ben ik weer even mogen instappen na het vertrek van Wil. En heb ik de play-off wedstrijden tegen VVV mogen doen. Nou, dat was voor mij een mooi meetpunt, een mooie graadmeter. Omdat ik kon terugkijken op anderhalf jaar eerder met Anton toen ik het overnam. En nu. En uit Ajax hebben we gelijk gespeeld. Thuis VVV helaas verloren. En uit VVV 0-0 werden we uitgeschakeld voor play-offs. Maar in mijn manier van doen, denken, laten, trainingen voorbereiden, omgaan met de jongens, vond ik dat ik veel stabieler, rustiger en dus ook beter was dan anderhalf jaar eerder. Dus dat seizoen was wel het hoogtepunt. Samen met het kampioenschap in 2010-11 met Dirk. Ja, nou, voordat je hoofdtrainer mag worden in een betaald voetbal, heb je papieren nodig. En ik begrijp heel goed dat ook clubs vinden dat je een x-aantal jaren ervaring nodig hebt. En op dit moment is de tijd nog niet rijp ervoor. En op het moment dat de tijd er rijp voor is, dan acht ik mezelf ook klaar als ik een kans krijg om ergens in te stappen. Dus ambitie is zeer groot. Ik ga niet zeggen dat we een periode winnen. Maar als wij 1-2 wedstrijden achter elkaar weten te winnen, en je komt op een gegeven moment in een soort van een flow, noemen ze dat altijd. Maar dan krijg je ook een bepaald gevoel zoals wij destijds hadden toen we de periode wonnen met Wil. In 14-15. Ja, op een gegeven moment waren er wedstrijden bij. Kwam Roda hier naartoe en we wisten dat we gingen winnen. Kwam VVV hier naartoe en we wisten dat we gewoon een goed resultaat gingen halen. En dan gaat alles vanzelf en dan doe je niks anders dan dat je nu doet. Dat ontstaat. En natuurlijk zijn positieve resultaten, die geven dan daar een extra zetje, een extra duwtje in de rug. Want nu loop je eerder achteruit, omdat het al een paar keer tegen heeft gezeten. En dan doe je dat niet, dan blijf je staan of loop je zelf naar voren toe. En dat zijn van die kleine dingen in de voetballerij. En dat kan alleen maar keren op het moment dat je succesvol bent en dat je wedstrijden wint. En dat je succeservaring hebt. En dat gaat dan in zo'n groep leven. Dat je dan jezelf ook als individu, maar ook als team zijnde, voelt gewoon dat niemand van je kan winnen. Dat je onverslaanbaar bent. En dus dat kan er zomaar in sluipen ineens door 2 of 3 goede resultaten.